Daar zijn we dan weer. Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Yes, we hebben hem gehaald. De finale van de KNVB-beker. Er werd gisteren gewonnen van Cambuur. En dat konden zo'n 450 supporters meemaken in het stadion. De rest moest gisteravond ergens anders kijken. Zoals hier bijvoorbeeld in een voetbalkantine. Spanning was er. Hè? Het was ook een spannende wedstrijd, zeker op het einde. En daarna natuurlijk de euforie. Iedereen blij dat er gewonnen was. Goed, de finale is dus behaald. En dan hebben we gisteren ook eventjes natuurlijk met de trainer gesproken die ook blij was. Ja, we hebben binnen, dus de finale kun je nu, ik mogen niet uitspreken. En ja, geweldige prestatie denk ik voor ons als club. Voor de spelers en voor de staf is het een mooie beloning voor hoe we bezig zijn. Ja, het was ook echt een thriller, dus dan is het extra lekker. Nu ben jij iemand die zich meestal redelijk op de vlakte houdt, redelijk rustig houdt. Maar ik zag je toch aardig uit de plaat gaan naar het laatste fruitsignaal. Ja, maar ja, dat is ook logisch als je er zo hard voor werkt en in zo'n wedstrijd maar eigenlijk wint en in verlenging over de streep trekt. Ja, dan komt er wat los. En je ziet ook de blijdschap bij alle spelers. Dus we wilden het ook heel graag en ja, ook voor mij is het mooi. Hij staat in de agenda naar de Kuip. Ja, ik had hem al opgeschreven, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu mag het echt. Gefeliciteerd nogmaals. Ja, ook voor de spelers bijzonder natuurlijk. Bram Nuitink. Ja, niet normaal. Echt ja, heerlijk. Dat gevoel. Ja, ik weet niet. Dat gevoel kan ik niet omschrijven. Want van tevoren weet je dat dit erin kan zitten. Dat wil je ook. wat mooi. <hè? laughs> nee, ja, je weet dat dit kan gebeuren. Het is een halve finale, dus het kan alle kanten op. Toch weet je van tevoren dat het moeilijk wordt bij Cambuur uit. Kunstgas. Met dat publiek daarachter is dat niet makkelijk. Dat zie je ook bij de wedstrijd dat we het niet heel makkelijk hadden. Maar ja, uiteindelijk trek je hem over de streep en ga je naar die finale. En dat is natuurlijk waar je het allemaal voor doet. Ja, gisteren kwam de bus niet terug hier bij de Goffert. Dat gebeurde vandaag. Om rond 12 uur in de middag zal de bus arriveren. En dat bleef niet onopgemerkt. Er waren natuurlijk heel wat supporters die deze kant op zijn gekomen. Kijk, ze staan de bus op te wachten. En iets na 12 uur kwam de bus dan aan bij de Goffert. En een waar feest en toegezongen natuurlijk. En één voor één kwamen de spelers en de staf uit de bus. En dan vraag je natuurlijk af van ja, hoe is het geweest gisteren? Bart, hoe was de avond? Ja, was geweldig, was gezellig. Bram, hoe laat lag je uit bed? 3 uur. En hoe blij was jij gisteravond? Als een hond met 7 lullen. Ja, geweldig. Geweldig dat wij dat nog mee mogen maken op onze oude dag. Ja, nou goed, het is 24 jaar geleden geloof ik. Dus ik vind het fantastisch dat we dit mee kunnen maken. Ik heb hier een seizoenkaart. En ik hoop dat we met een grote groep die kant op kunnen. Hoe groot was de euforie naar de winst? Groots, grandioos zeg maar. Als het, normaal gaat het dak er niet af, maar alles schoot eruit. Dus we waren super blij natuurlijk. En zijn vervolgens met de auto naar Nijmegen gaan rijden, toeterend over de Graafse weg heen en weer. Dus het moest gevierd worden, uiteraard. Ga je naar de Kuip? Ja, ik dacht het wel, maar ik niet alleen. Volgens mij gingen er nog 18.000 mensen mee. Ik denk dat het dan rustig is die dag in Nijmegen. Ja, dat was een mooi onthaal in ieder geval hier bij de Goffert. En nu, ja, er wordt vanmiddag gewoon nog eventjes getraind. Lichte uitlooptraining. En dan echt gewoon het vizier alweer op vrijdag. Want dan staat de volgende wedstrijd alweer te wachten. En dan kun je zeggen, ja, is tegen een van de laagvliegers Volendam. Maar toch, belangrijke wedstrijd. Want die wil je gewoon ook winnen. Zeker ook in zo'n week. Hè. Met RKC ging het mis. Dus nu wil NEC ook laten zien dat ze gewoon ook zoveel wedstrijden in een week kunnen spelen. Vrijdag dus Volendam op het programma. En wij zijn er donderdag weer met een nieuwe NEC-update. En dan de voorbeschouwing natuurlijk op die wedstrijd. Meer nieuws via mijn X-account en via Instagram. Leuke filmpjes daar nog te zien. Ook natuurlijk van de blijdschap in de stad. En wij zijn er heel snel dus weer met een nieuwe update. Tot dan!